Siebren, Astrid, Jurre, mooi. Zit er geen Sander bij jullie in de klas? Nee. Ah, wat jammer zeg. Nou ja, dan ben ik de enige Sander vandaag. Wat achter Jolien begon maar de eerste dai van respect, betocht door de Amsterdamse rabbijn Soetendorp, is dit hier voor het eerst een hele wieke van respect. Kamerlid Sander de Rauwe gaat vol energie onder slag en krijgt de benen voor het dadelijk mooi. Wie begint er? Je mag heel veel tegen elkaar zeggen als je niemand ermee kwetst. En buitenlanders zijn hetzelfde als ons. Ja. Niet schelden met ziektes. Ja. Elkaar accepteren hoe je bent. Ja. Respect hebben voor dieren. Nou zeg, prima applaus voor deze heren. De zondwannig ben van groep 8A van het patoer binnen even geen leerling, maar parlementslid. Zij moeten ook voor de nieuwe wet van respect betinken. En krijgt dus in de Tweede Kamer worden er fracties vormen die het onderling overeenstemming bereiken moeten over de 4 regels die het echt in die nieuwe wet moeten. Zelf weten of je mee wilt doen met iets. Oh, die tweede bedoel ik? Dan is het tweede. Die dingen helpen waar je kan. Nou, en oeren voorstellen dan. We praten, scrossen en op nieuw formulierium stinde de tretje nieuwe mogelijke regels over respect op het boord. En krijgt dus in de Tweede Kamer moet er stemd worden. Respect voor buitenlanders. We zijn allemaal gast op deze wereld. Wie geeft daar zijn stem aan? 1, 2, 3. En dan wordt het burgemeesterparlement weer ontbonden. De master is weer kamerlid en de parlementsleden binnen Willejeling. En de nieuwe wet, zo die hing je blauwe? Jawel. Nee. Hoe werkt dat dan aan zijn tekst? Nou, ik denk dat, dat ze wel meer respect hadden. Ja. Want we zouden bijvoorbeeld vaak ruzie in groep 6. Dus. Wat gebeurde er dan? Nou, dan gong ze ook wel een beetje pesten. Maar dat is nu ook al wat voorbij. Dat doen ze nog niet meer.